Welke bedrijven hebben de handen in het haar? Het is zo erg dat het ons vestigingsklimaat aantast. Dat blijkt uit onderzoek van uitzendbureau Randstad. Het staat in alle kranten. AD, we kunnen in ons land niet zonder arbeidsmigranten. De Telegraaf, personeelstekorten worden erger. En het FD, debat over arbeidsmigratie ondermijnt het vestigingsklimaat. Een van de sectoren waarin de personeelstekorten goed merkbaar zijn is de glastuinbouwsector. Hier werken veel arbeidsmigranten in. En als slimme oplossing gebruiken ze steeds meer kunstmatige intelligentie. AI en robots die gaan voor de plantjes zorgen. In het verleden werd er eigenlijk veel traditioneel stekker gestoken met de hand. En inmiddels heeft hier de steekrobot zijn intrede gedaan ook. Het levert vooral efficiëntie op, maar ook een kwalitatief beter product. Door de inzet van AI zijn we met nieuwe technologieën in staat om toch ook, ook menselijke handelingen te vervangen. Eén machine vervangt ongeveer 5 mensen. Wij hebben ook nog sorteermachines hier staan in deze hal. In het verleden werd dat ook heel veel met de hand gedaan ook. Op de korte termijn zie je met name natuurlijk dat je arbeidskosten onder controle krijgt, energiekosten onder controle krijgt. Je ziet ook dat je beter aan je duurzaamheidsstrategie kan werken. Langer termijn geloven we erin dat dit nodig is, ook voor ons bestaansrecht, om ook in Nederland ook als werkgever te kunnen voortbestaan. Ja, dit is dus een slimme oplossing voor dat personeelstekort. Maar gisteren dus schoot dat onderzoek van Randstad, waarin staat dat de personeelstekorten alleen maar erger worden. Dan gaat het dus vaak ook over arbeidsmigratie. We zagen dat ook in een van de koppen van de kranten. En daar staat dan debat over arbeidsmigratie. Dat is een slecht voor het vestigingsklimaat, denk je dat ook? Nou, de ongenuanceerdheid waarmee het gaat. We worden natuurlijk platgeslagen met allerlei beelden die we hebben over wat is dan die arbeidsmigrant. En er zijn echt ook toestanden die wij ook veroordelen. Het rapport Roemer van niet zo lang geleden zegt daar iets over. Over hoe we mensen uit het met name Oostblok, voormalig Oostblok, huisvesten, dat soort dingen. Mm. Maar de meeste arbeidsmigranten werken niet in de kassa of in het slachthuis. Die werken in de tandartspraktijk, in de horeca als kok, in de zorg. Dus wij hebben een heel verstoord beeld van wie is die arbeidsmigrant. En natuurlijk zijn dat de wantoestanden, daar slaan we ook op aan. Dat moet ook, daar moeten we ook wat aan doen. Maar we vergeten dat we voor een groot deel ook naar de toekomst toe, als wij zelf ouder worden en minder jongeren hebben, dat we toch allemaal in een verzorgingshuis nog een beetje verzorgen. En ik neem niet aan door zo'n stekmachine. Nee. Dus je zult echt met elkaar moeten gaan nadenken over wie hebben we in de toekomst nodig. En daar willen wij natuurlijk ook over meedenken. Je kunt daar heel veel systemen op loslaten over hoe je dat goed doet. Maar alleen maar zeggen, arbeidsmigratie moeten we niet doen, is slecht. En heeft ook al lang niet meer te maken met lonen, lage lonen. Hè, want deze mensen verdienen geen lage lonen meer. En zeker die tandartsen niet. Dus het gaat al lang niet meer over lonen en voorkomen van kosten. Maar het gaat over beschikbaarheid van mensen om de goede dingen voor ons te doen. Nou ja. Ik zou zeggen, laten we wat meer nuance in het debat opzoeken. Ja, nou ja, en dat is dan ook iets voor op de formatietafel. Maar juist arbeidsmigratie is iets waar veel partijen anders over denken. Hè? Tenminste, de afgelopen 4 formerende partijen. Het gaat veel over migratie, maar dan heb je echt asiel en arbeidsmigratie. Ja, je hebt inderdaad die twee vormen. Je hebt ook nog studiemigratie. En ik denk dat er door de formerende partijen naar alle drie vormen van migratie gekeken gaat worden. Met wat moeten we daarmee? Het is duidelijk dat er grip op migratie moet komen. Zoals ze dat dan in politieke termen noemen. Maar aan welke knoppen precies gedraaid gaat worden, ja, dat moet echt in die formatie bepaald gaan worden. En is dan arbeidsmigratie een van de dingen waar de partijen echt verschillend in staan? Ik denk dat er een aantal partijen zijn die heel erg duidelijk vinden dat we ervoor moeten zorgen dat Nederland draaiende blijft. Dus dat inderdaad al die sectoren wel genoeg mensen hebben. Want we hebben ze hier in Nederland ook niet. Er zijn andere partijen die zoiets hebben. Nou, dat mag eens wel een stuk naar beneden. En misschien moeten we sommige sectoren wel afstoten. Want misschien willen we dat wel hier niet meer. Ik denk dat die discussie gevoerd gaat worden. En dat is misschien ook wel nodig. Want we hebben nu ook niet genoeg mensen om al die sectoren in leven te houden. Dus wat dat betreft ben ik ook benieuwd of AI daarin kan helpen. Of dat inderdaad arbeidsmigratie de enige uitweg is. Zou jij het aandurven, Jacob, om te zeggen dat we inderdaad sommige sectoren moeten afstoten in Nederland? Nou, ik vind moeten, daar ben ik niet van. Maar dat het misschien niet meer toekomstbestendig is in Nederland. Er zal een logica ontstaan waarbij sommige bedrijfstakken misschien ervoor kiezen. Bewust. Om ergens anders te gaan ondernemen. Of dat wij met elkaar samenleving ervoor kiezen om iets minder te doen.
Maar wat veel belangrijker is, is dat je die... En daar ging natuurlijk het stukje over Valentijnsdag vandaag voor ons ook over. Hè. Het debat is morgen helaas in de Kamer. We dachten dat het vandaag zou zijn. Maar het debat gaat dus over... Hoe zorg je er nou voor dat ondernemers gaan doen wat precies die tuinder daar gedaan heeft? Hoe ga je nou kijken of je met alle beschikbare kennis en innovatie... je als ondernemer je onderneming naar de volgende fase kan brengen? Ja. Indachtig, arbeidstekorten, impact op de samenleving, impact op het klimaat. Nou, ja, daar heb je dus een beleid van nodig van de overheid die zegt... ga dat maar doen en ga de goede dingen doen. In de plaats van een overheid die zegt... nou, we gaan jou geen ruimte meer geven, zoek het maar uit.